Rituals doos. En die ga ik een doos adventkalender doos. Met allemaal prachtige huisjes. En die ga ik met jullie unboxen. En lekker erop tappen. Geluidjes mee maken. Eraan snuiven. Doen van alles. Dus voordat we gaan beginnen, hoop ik dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn video, mocht je dat leuk vinden. Dat zou ik heel erg appreciëren. Zoals ze dat ook zeggen. Ik heb er zin in om dit te gaan beginnen. Ik hoop jullie ook. Het is een hele prachtige kalender. En jullie hebben hem vast met meerdere video's vast al van dichtbij bekeken. Dus ik laat hem even staan. Want mijn kinderen vonden hem al zo leuk. Dat bepaalde huisjes al helemaal ingezakt zijn. Dus ik moet hem binnenkort uit de doos halen en anders neer gaan zetten. Want de onderkant is niet meer zo sterk. Dus ik moet er wat aan gaan doen. Want ik zal het je laten zien. Kijk. Deze nummer 14 is ingezakt. Dus moet ik die weghalen. Kijk. Zie je dat? Hij is helemaal ingezakt. Dus vandaar. Maar ik wil graag met jullie deze box unboxen. En de items eruit halen die erin zitten. Ik heb hem al een keer opengemaakt. Zoals je al gezien hebt in de video. Maar ik wil zo graag deze in de ruimkozijn gaan zetten. Al die doosjes. Dat leek me zo leuk. Dus vandaar ga ik hem nu lekker unboxen. Met jullie. Ik heb voor mezelf ook een lekker pakje thee gezet. Om af en toe een klein sipje te nemen. Ik ruik de laatste dagen zoveel geurtjes. Dat ik niet dat ik echt de kriebelhoest heb, maar even niet zit hoor. Dat ik af en toe best wel af en toe even een kuchje moet doen. Laten we het daarop houden. Ik draai de camera een beetje naar mij. Zo. Zodat ik met jullie goed in beeld zit. Om lekker te tappen, het product goed te laten zien. Ik schuif de camera een beetje achteruit. Laten we beginnen met doosje 1. Ik heb hier zo doosje 1. Er staat op. Rosie of zoiets. Sorry, ik heb even een knipje moeten doen. De hond ging blaffen. Er staat op. A Christmas Jam.
snel helemaal crappy geworden. Dus die ga ik lekker opsmeren. Een heerlijk geurtje. Nummertje 4. Is het ook een
En een prachtig doos met de term Gucci. De finishing touch. Als je dat nou verschrikkelijk vond dat Kofu erbij zat, dan moet je dat zeggen hoor. Dan zorg ik de volgende keer dat het er niet bij is. Maar hij vindt het zo erg dat ik dit nu doe. Hij wil eigenlijk de aandacht van hem alleen hebben. Ja, schat. Ja. Goed, dan gaan we naar de volgende. Nummertje 5.
rituals. Dat is maar gebleken. Ja. Mooi jongen. Goed, dan gaan we naar de volgende. We hebben nu, wat was het? 7 denk ik gehad. Dan gaan we naar 8. Nee, we moeten nog wel naar 7. Dat was 6. Ik zie hier 7 staan. 7. Ja, even inspecteren. Er staat op Mary and Mustache. Spannend. Zo spannend wat erin zit. Nou, voor mij is het niet meer spannend, maar voor degene die hem nu kijkt, is het wel spannend als je hem nog niet eerder hebt gezien. Ik heb hem al een keer opengemaakt, maar dat haalt een klein beetje de spanning en sensatie eraf. Dit is The Riches of Ying. Sleep Night Rescue Hand Mask. Ja, dan komt er toch iets Frans, maar dat kan ik niet. All skin care. Oh, zo. For all skin types. Ik vind deze wel lekker klinken. Ik mis deze lange nagel. Ik heb deze beter dan. En dit vind ik ook altijd zo lekker klinken. It smells great.
vind het wel heel leuk om dit samen over te doen. Ik weet niet, ik vind het echt leuk. Doe me een beetje aan Diesel denken. Want Diesel, die wou er ook altijd bij zijn. Leuk. Ja, leuk. Ja. Dan gaan we naar nummertje 10. Dat is dit huisje. Nummertje 10. En er staat op. The Scent of Sunday. Oh, again. Er staat op A Savage Garden Private Collection. Oh, even mijn gezicht wegpluggen. Ja. Oh, that smells nice. Very nice. Very pretty scent. If you're going to bed in a bed full of warm water and the soap you put in. Great. It's very, very, very okay. Good. We gaan naar nummertje 11. Nummertje 11. En er staat a dash of elegant. Ik vind dat altijd een hele mooie woord. Elegant. You're so very elegant. You're so elegant in moving yourself forward. Elegant, or your room looks elegant. Zelfs producten. Ik weet niet wat het is. Heel kruiken. Ja,
van 12 naar 13. Maar voordat ik dat doe, moet ik even de camera opnieuw opstarten. Een klein momentje. Zo, daar zijn we weer. Ik moest hem even opnieuw opstarten. Vanwege anders sluit hij zijn eigen af. Goed, dan gaan we naar 13. Dat is deze. 13. En er staat op. A wondrous Christmas. Als je afvraagt,
Is dat zo'n mouwtje? Ja, harder kan die niet. Oh, en er staat op. Ik wist mijn skloo.
wel zien. Moet je even die terugkijken. Je zat driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. Waarom wil je nou niet open? De onderkant. Rituals, tulip en jasmine, UC, carpiofium, holder plus 2 refills, Amsterdam collection. Een prachtig doosje. Echt waar, een prachtig doosje. Zo ziet het car dingetje eruit. Ziet eruit als een houten blokje. Het is ook een hout blokje. Maar mooi houtig en dan een kunststof binnenwerk. Waar je deze lipje uit moet trekken om de geur te activeren. Maar je ruikt het door dit ook al. Ruikt lekker. Er zit hier inderdaad nog de tweede refill in. Als je wil zien hoe dat eruit ziet. Er zit zo'n groot lang lepeltje aan. Er zit ook nog dat clipje in. Om aan de achterkant van dat dingetje te klikken. Deze ga ik ze zeker gebruiken. En ik denk dat ik dit doosje ga houden om tussen mijn Delft blauw te zetten. Ik vind het wel mooi passend om tussen mijn Delft blauw te zetten. Christmas Harmony staat erop. De rest ga ik niet lezen, want anders weet je al wat erin zit. Maar deze is zo zwaar. Ik ga even de onderkant. Hier staat op Rituals of Ayurveda. Ik weet nog steeds niet hoe ik uit te bespreken. Moisturizing Rice Body Oil. Help your lip. Corrupts. Ja, ik had het niet. En er staat op Indiana Rose Sweet Amandel Oil. Kijk nou hoe prachtig deze glazen flesje eruit ziet. En dan daarbij een echte houten top. Oh, ik krijg de kriebels. Ik weet niet wat het is. Zo goed. Oh, dat wordt een lekker avondje met mijn mannetje samen. Om elkaar heerlijk in Miami in te smeren. Oh, zo lekker. Goed, dan kijk ik ook nog kinderen. Gewoon het netjes. Oh, leuk.
telefoon, de kabel, naast de camera zitten. En ik had de tijd niet goed in de gaten houden. Goed. We gaan verder. Ja, Michelle. Ja, Michelle. Misschien zo. Goed. 20 hebben we gehad. Dan gaan we naar 21. It's a boom. En eronder staat dus de rave, de hammam. Met zo'n mooie, prachtige houten dopje ook. Zie je dat? Een prachtig houten dopje. En dan gaan we een klein beetje insprayen voor de... Oh, ik wil jullie laten ruiken. Substantie in.
huisje ziep. En dan zeg ik, hoe weet jij dat nou? Nou, ik wil graag monteur worden eerst. Nou ja, graag. Wat ik wou worden, dat lag niet in de kaarten bij mijn ouders. En toen dacht ik, nou dan doe ik de beroep van mijn vader doet. Dus dan word ik monteur. Maar ik weet het wel. Maar de monteuropleiding wat ik dan wou volgen was in het buitenland. Maar ik heb homesickness. Oftewel heimwee. Dus ja. Deze leg je
plakjes vastplakken. En dan kan je er batterijtjes in doen. En dan gaat het licht geven. Video.